hangt in de lucht. Sneeuw, ijs, kou. Daar horen natuurlijk heel veel nieuwe uitdagingen bij voor de NS. En daarbij ook veel vragen van mensen, van reizigers. Die gaan we beantwoorden in de leukste treinkers van Nederland wintereditie. En ik ga het nog één keer uitleggen. We hebben één vraag met drie antwoorden, waarvan er één de juiste is. En jij moet raden welke. Dit is Hans. Hans, wat vind jij het leukste aan de winter? Wat ik het leukst vind aan de winter? Dan vraag je me eigenlijk wat. Oh, niks? Nee, ik hou niet van de winter eigenlijk. Ik hou van de zomer. Dan gaan we snel door. Wat is de vraag? Hoe kan het dat een wissel bevriest? Ja, dan zeg je me wat. Ja, zo gaat het nog goed natuurlijk. Maar als het gaat sneeuwen, dan bevriest het dus. Maar hoe? Waarom? Nou, sneeuw blijft vaak hangen aan de trein. En dan vallen er wel eens klonten af. En die vallen dan in de wissels. En dan blijven de wissels, daardoor gaan ze vaak in de storing. Ja, het is een beetje een vies verhaal, maar door de open toiletbuis in de trein valt de ontlasting op het spoor. Dus in de wissel en dat bevriest. Ja, dan gaat het defect. Dat heeft ermee te maken, de wissels die worden automatisch aangestuurd met kleine computerchips die in het railnetwerk liggen. Echter, deze zijn in de jaren 90 aangelegd en die zijn toen aangelegd met het idee dat zij ongeveer 13, 14 graden onder nul aankunnen. Maar wegens die klimaatverwarming worden de winters steeds strenger en kunnen de chips het helaas niet meer aan. Nou, we gaan natuurlijk sky high met het YouTube kanaal en dan kun je van heel dichtbij meemaken. Moet je even abonneren. Dan denk ik toch wel B. Ja, die ontlasting? Ja, ik denk A. Oké, wacht even. We beginnen bij jou. Hoezo B? Ja, het meest rare antwoord is meestal de groene, denk ik. Dus, ja. Nou, het meest voor de hand liggende antwoord zou zijn B. Ja? A. Oh, dat laatste, dat klinkt wel heel aantrekkelijk, maar kies toch voor A. Ja, die climate change, die doet niet zoveel. Op dit moment niet, nee. Ja, ik weet het echt niet. Ik denk A. Ik denk ook A. Hans heeft ook weer het antwoord. Nou, doordat sneeuw en ijs door de kou vastvriest aan de onderkant van de trein. En op het moment dat zo'n trein door de wissels heen gaat, dan laat eigenlijk de sneeuw en de ijs los. En dat valt dan ook precies tussen de wissels, tussen de wisseltongen. Met als gevolg dat hij dan ook niet meer kan bewegen. Dan blijft hij dus vast zitten en is hij vastbevroren. Woord van de dag, wisseltongen. Wisseltongen, ja, inderdaad. Oké, okay, maar duidelijk antwoord. Goed om te weten. Nou, fijn dat we dat ook weer weten. Nu ga ik heel gauw een trein in, want het is super koud. Doei!